Toyota, dat is Japans voor tandarts. Ja, gaatjes vullen, daar houden ze van bij Toyota. Echt, overal zien ze gaatjes en die stoppen ze dan weer vol. Nou, een groot gapend gat zit er natuurlijk tussen de CHR en de RAV4. En dat gaan ze vullen met de Corolla Cross. Twee bekende namen die samen een gloednieuwe auto vormen. Een crossover in het C-segment. Dat was toch die CHR al? Ja, dat klopt, maar dat is veel meer een fashion statement. Een mooie gelijnde auto, echt een ding om naar te kijken. Eigenlijk een kleine Urus. Deze Corolla Cross moet vooral praktisch worden, ruim en comfortabel. Daarmee wil Toyota ook heel veel nieuwe klanten naar het merk trekken. En daar wens ik ze veel succes bij. Wat me veel meer interesseert, is dat deze auto de nieuwe, volledig nieuwe 5e generatie 2 liter hybride aandrijflijn onder de kap heeft. Leuk om te weten van de nieuwe hybride aandrijflijn is dat alle componenten die zijn compacter gemaakt, lichter en daarmee is de motor efficiënter geworden. Hij levert zo'n 8% meer vermogen en dan kom je op 197 pk uit. Wat ook leuk is, is dat de elektronica veranderd is, dus de acceleratiecurve die loopt veel lineairder. Dus als je gas geeft, dan wordt het heel lineair opgebouwd. Meer dan in de huidige versie. Ook de accu is aangepast. Die is compacter gemaakt, lichter en levert toch meer vermogen. Ja, dat betekent dus wel dat meer gebruiksgemak, wat concessies aan het uiterlijk. Hè, waar zo'n CHR echt een statement is, is deze auto wat conventioneel. Het is een keurige, nette auto om te zien, maar niet echt iets bijzonders. Wel typisch Toyota met die vierkante wielkasten. Een beetje bijzonder is dat. Met dikke kunststof lijst om het wat stoerder te maken. En voor de rest gewoon vrij strakke lijnen, groot recht dak. En hier toch even wat spelen met die C-stijl om het net even wat dat cachet te geven. En van binnen is hij zo het dashboard vrij conventioneel vormgegeven. Gewoon mooi, klassiek bijna. Maar als je goed kijkt zie je wel degelijk echt moderne trekjes. Zoals die klokken voor mijn neus zijn echt heel breed, full digital. En helemaal zelf in te stellen zoals je het zelf wilt hebben qua indeling. En ook hier een groot HD scherm met het nieuwe Smart Connect infotainment systeem erachter verscholen. En dat is sneller, zegt Toyota. Het is intuïtiever en het reageert beter op voice command. Verder gewoon lekker veel ruimte, zicht om me heen, een goede zit en hopelijk ook een goede zit achterin. Want ja, het is tenslotte een praktische crossover in het C-segment, zegt Toyota. ...2,64 meter wielbasis, dat is behoorlijk fors en dat merk je hier dan ook. Hij is echt heerlijk ruim achterin. En natuurlijk belangrijk voor een echte gezinsauto. Een mooie, ruime kofferbak. En die heeft je dan ook het aantal liters dat je niet kunnen achterhalen nog, maar het ziet er behoorlijk uit. En onder de vloer een complete gereedschapskist en zelfs een rolletje duct tape. Het leuke nieuws is dat de Corolla Cross er ook als vierwiel aangedreven versie komt. Het slechte nieuws is dat hij niet naar Nederland komt. Wij krijgen alleen de voorwiel aangedreven versie. Daar moet je dan nog wel even op wachten, want hij komt pas in het najaar van 2022 naar ons land.